Iedereen hier wil de allerbeste worden. Daarom wordt er op deze sportschool keihard getraind. Ook door Sin Chan. Hij is pas 6 jaar oud, maar doet nu al aan kickboksen. En niet per se omdat hij dat leuk vindt. De trainingen beginnen vroeg in de ochtend. De meeste kinderen komen uit arme gezinnen en willen geld verdienen voor hun familie. Er is veel publiek en soms wordt er ook flink gewed op de uitslag. In Thailand mag je bij kickboksen je vuisten, ellebogen, knieën en benen gebruiken om de tegenstander te raken. Ook wordt er gevochten zonder bescherming. In Nederland is dat anders. Bij ons mogen kinderen tot 10 jaar niet meedoen aan wedstrijden. En trappen of stoten naar het hoofd zijn verboden voor iedereen jonger dan 18 jaar. En bescherming is verplicht. Dat hoeft in Thailand dus niet. Maar daar is de laatste tijd wel steeds meer discussie over. Het gaat er namelijk hard aan toe. Veel jongens lopen verwondingen op tijdens de wedstrijd. Vorig jaar liep het nog ernstiger af. Toen werd een 13-jarige jongen knock-out geslagen tijdens een wedstrijd. Hij overleed later aan een hersenbloeding. Kinderrechtenorganisaties en artsen vinden dat er strengere regels moeten komen. That this is the real brain damage that will affect the future of this kid and our country. So that you should do something about it. Maar zover is het nog niet. Zolang de ouders hun kind toestemming geven, mogen ze vechten. En omdat ze het geld goed kunnen gebruiken, gaan veel kinderen door. Sin Chan heeft zijn wedstrijd gewonnen. Voor even heeft hij weer wat geld voor zijn familie verdiend.